je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal pijn. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wijchen. Vandaag de gast is de pastoor van de boerenbruidsparen. Welkom meneer pastoor. Ja, hallo. Hier in ons kasteel in Wijchen. Ja. Ik ga u meneer pastoor noemen, maar u heeft een prachtige naam. Kunt u die ons met ons delen? Mijn naam is Gisbertus Grup. Gisbertus Grup. Ja. En u bent pastoor in Niftrik? Ik ben pastoor in Niftrik, part-time. En voor de rest op Wijchense Boijem. Hoeveel jaar bent u al pastoor in Niftrik? In Niftrik ben ik al 25 jaar pastoor. Dan heeft u veel meegemaakt als pastoor. Als pastoor heb ik al 22 boerenbruidsparen ingezegend. Welke van die boerenbruidsparen heeft u als heel bijzonder ervaren? Nou, die van mijn pastoorsmeid met de voorzitter van het gilde. Dat mag. Ja. Dat vond u wel oké? Dat vond ik wel oké, ja. Want s'avonds na 12 uur worden ze toch weer ontbonden. Dus, het is maar voor even. Voor even, ja. Het is maar voor even. Ja. U heeft nog steeds dezelfde pastoorsmeid? Nou, dat varieert af en toe, maar meestal heb ik dezelfde, ja. Oké, en die variatie, waar komt dat uit voort? Nou, als de een geen tijd heeft, dan loopt de ander wel even mee. Ze zijn allemaal wel genegen om mij te ondersteunen. Dat is prettig. Ja. Hoe ziet uw dag eruit als pastoor? Mijn dag als pastoor? Nou, ik sta 's morgens op en ik ontbijt even lekker. Wordt netjes voor me klaargemaakt natuurlijk. Dan kleed ik me aan en ga ik op weg naar de pastorie en naar de kerk. Dan op een boerenbruiloft ga ik dan het bruidspaar afhalen. Ik roep het bruidspaar roep ik op het Gildeplein. Daarna gaan we met z'n allen naar ons dorpshuis, de Waaiershof, waar het boerenbruidspaar in de echt wordt verbonden, of in de onecht eigenlijk. Zijn er bepaalde adviezen die u altijd meegeeft aan het bruidspaar? De bruidegom? De bruidegom? Nee, niet echt. We leven nu in een tijd dat ze het allemaal wel weten van de hoed en de rand. En de pastoor hoeft niet meer zoveel voor te lichten. Maar toch zijn er wel bepaalde waarden en normen die u wel gewoon belangrijk vindt dat die, zeg maar, gebezigd worden. Ja, bij boerenbruidspaar zeker. Ik zeg altijd van, let goed op, kijk uit en voorzichtig. Oké, goed. En wat zijn nou de activiteiten waarvan u denkt in Niftrik, die plaatsvinden waarvan u zegt van ja, daar hebben ze ook echt gewoon een pastoor bij nodig. Want zonder uw aanwezigheid, zonder dat u ze helpt, zou het allemaal helemaal fout gaan. Nou, echt helemaal fout gaan zonder mij. Ik denk dat er met mij meer fout gaat als zonder mij. Kijk eens aan, ja. Want daar zorgt u wel voor. Daar zorg ik wel voor, ja. Noem eens iets. Noem eens een incident waarvan u zegt van nou. Nou, noem eens een incident. Poeh, dat is moeilijk. Er zijn er diverse. Daar kan ik niet te veel op uitweiden, denk ik. Nee? U houdt dat beter een beetje binnenshuis? Ja, ik hou het binnenshuis, want ik kan niet alles op straat gooien.
En nou bent u een soort van ad interim, hè, in deze rol. Tijdelijk. Hoe komt het dat u 25 jaar geleden naar Niftrek toegestuurd bent? En 25 jaar geleden, toen was het de Golfoorlog. Toen werd er een wieg en volgens mij in heel Nederland geen optocht georganiseerd vanwege de toestand in de wereld. En ja, als wij geen optocht hebben, hebben we niks te doen. Dus toen hebben we bedacht om een boerenbruiloft te organiseren. U was toen al pastoor natuurlijk. Toen ben ik beroepen als pastoor. Aha. En men heeft gevonden dat u daar de aangewezen persoon was om dat te doen. Ja, want ik was al part-time celibatair, dus... Wat is dat eigenlijk, part-time celibatair? Ik bedoel, ben je dat op dinsdag wel en op woensdag niet? Op dinsdag wel en op woensdag niet, net zoals u het zegt, ja. Interessant, interessant, ja. En dat bent u nog steeds? Dat ben ik nog steeds, ja. Als ik in mijn alter ego van Gisbert de Schrup zit, dan is dat zo nog steeds. En de naam Grup, waar komt dat vandaan eigenlijk? Ja, het karakter Grup is ontstaan vanwege het stripverhaal. En het stripverhaal is Van Wiegese Boyum. Dat is een dialect zoveel mogelijk. En Grup is een benaming voor een inhalig persoon. Een gruppert, een hebbert. Maar pastoor, u lijkt mij helemaal niet zo'n gruppert. Nee, maar net zoals je zegt, het lijkt maar zo. Het lijkt maar zo, ja. Hè? Ja, ja, ja. Dus, maar u draagt wel die naam Gruppert gewoon met eer? Ja, daar ben ik trots op. Daar bent u trots op. het jongerenvolk wat vandaag de dag bij u komt om als bruidspaar door het leven te gaan. Zijn ze ervan overtuigd dat ze ook langer bij elkaar gaan blijven? Want ik kan me voorstellen, vroeger was het toch anders, hè, pastoor? Ja, maar de boerenbruidsparen die worden niet gekoppeld om lang bij elkaar te blijven. Oh. S'avonds na 12 uur, dan is het meestal weer ontbonden. Oh, ik dacht dat het alleen met uw meid zo was. Nee, dat is standaard. Ja, dat is standaard, ja. En wat gebeurt er dan tot 12 uur? Tot 12 uur, ja. De gewone, normale feestelijkheden die bij een bruiloft horen. Een goede maaltijd, dansen, feest, plezier. Tot een uur of 12 en dan is het boer-bruidspaar weer helemaal vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Nou heb ik het begrepen. Zo. Nou, dat is een hele bijzondere manier om in het huwelijksbootje te stappen. Ja. En ook heel intens. Ja. Ja, ja. Kort en krachtig. Kort en krachtig. Ja. Zeg meneer de pastoor, ik ben heel blij dat ik u ontmoet heb. Want dat betekent dat ik me ben tot u kan wenden als ik zo'n kort en krachtige boerenbruidegom wil aangaan. Ja. He? Wij nodigen u graag uit om een keer als boerenbruid naar voren te treden. Dank u wel. Alsjeblieft. Meneer pastoor, we hebben het net heel even over uw naam gehad. Dat is allemaal niet zomaar, hè, dat u pastoor Grup heet. Nee. Nee, dat dacht ik al. Maar vertel eens, wat zijn dat dan voor streken die u continu uithaalt? Nou, dat zijn geen streken, dat is gewoon mijn dagelijks leven. En dat ik Grup heet, dat is toevallig. En het houdt nergens verband mee. Maar het dagelijks leven, ik ben toch echt heel erg benieuwd geworden naar het dagelijks leven. Houdt u van een borreltje bijvoorbeeld? Ik hou van een borreltje, ik hou van een pilsje, ik hou van een wijntje. Alle geneugten des levens, zal ik maar zeggen. En hoe verdeliger, hoe liever natuurlijk. Verdelig? Want als het ergens voor gratis kan, dan gaat u niet om de hoek betalen. Begrijp ik dat goed? Nee, dat heb u goed gezien, ja. Daar bent u ook echt naar op zoek. Als u 's ochtends wakker wordt, denkt u, waar kan ik vandaag een voordeeltje uithalen? Ja,
als ik ergens een ontbijtje kan scoren voor weinig, dan ga ik ervoor. Maar u bent natuurlijk ook zo geliefd dat mensen u graag een ontbijtje gunnen. Ja, en als het niet zo gaat, dan een klein beetje druk wil wel helpen. Eerlijk, ja? Ja. Ja, ja. U bent niet bang dat mensen u dan minder geliefd vinden? Nee. Nee, ik vind er wel... De meesten accepteren dat wel. En met een beetje hel en verdoemenis krijg ze toch wel in de goede hoek. Dat klinkt heftig. Ja. Ja, maar dat bent u gewoon. Ja, zo He? Ben ik. Zo bent u. Ja. En, zachtmoedig, aardig. Ja. Ja. En vertel eens, komt er dan wel eens voor dat u s'avonds in uw bed ligt en dat u denkt, dit kon eigenlijk niet zo? Hè? Ik ben nu toch echt een beetje te ver gegaan. Nee, zo voelt dat niet aan. Ik slaap altijd weer met een gerust hart in en ik heb hier geen vroeging over. Nee. En eten? U haalt dan een hapje eten bij de buren? In het dorp? Ja, als het kan bij de buren, want ik steek graag de benen bij een ander onder de tafel, zou ik maar zeggen. Zeer, zeer interessant. Ik heb, het is me waar genoegen, pastoor Grub, om met u te spreken, want ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt. Nee? Nee. Nee, wij zijn ook voor een zeldzame categorie, moet ik zeggen.